Welkom bij Tiel aan tafel. Vandaag hebben we weer interessante gasten. We gaan praten met Peter Guijkers en Paula van As van Incanto. Daarnaast gaan natuurlijk de kritische vrienden aanschuiven met een speciale gast. En dat is Astrid Bello. Maar we beginnen met Paul Heijnen van de brede zorgschool De Cambier. Waar wij overigens ook zitten in een prachtige ruimte. Welkom Paul. We hebben eerder met jou gesproken over de brede zorgschool en nu is het een feit. Jullie zijn nu inmiddels hoe lang open? Een jaar. Een jaar. Ja. Ja. En wat gebeurt hier allemaal? Het is een ZMLK-school. Dat is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking in IQ onder de 55. Soms ook met een lichamelijke beperking. En wij gaan samen met de zorg, in dit geval Serenlo, hebben wij een gebouw neergezet om de kinderen zo breed mogelijk op te kunnen vangen. Voor onderwijs en voor zorg. En waar bestaat die zorg uit? Die zorg die bestaat uit, vanuit pgb's hebben ouders een deel ingezet voor school. Dus we hebben ongeveer 150 uur zorg in de school, om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. En dat regelt Serenlo. Dus er zijn voor 150 uur ongeveer zijn er mensen van Serenlo aangenomen om ons te ondersteunen, om de kinderen te helpen in de klas. Ja, en waar gaat het dan over? Nou, sommige kinderen die moeten verzorgd worden. Dus die, zeg maar heel simpel, die moeten een schone luier hebben. Maar omdat onze kinderen een beperking hebben, zijn er ook wat oudere kinderen die verzorgd moeten worden. Ze moeten meer begeleid worden dan andere kinderen. Dus het is echt een teampje wat in de klas staat. Dus dan heb je, ik zeg altijd maar, een leerkracht en die betaal ik. Een klasassistent en die betaal ik ook. Maar een zorgassistent vanuit Serenlo. En zo zorgen ze voor een 10, 12 kinderen afhankelijk van ondersteuningsbehoeften van het kind. Ja. En naast onderwijs en zorg voor de kinderen zijn hier nog meer dingen mogelijk. Ja. Nou, de Cambier geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot 20 jaar. En als de kinderen de ene kind naar huis toe gaat, kan het andere kind hier na schoolse opvang hebben. Dan kunnen ze ook nog in het weekend logeren. Er zijn kinderen die als ze ouder zijn dan 20 en begeleid willen wonen, dan kan dat hier ook boven school. En voordat de school begint is er een kinderdagcentrum. Waarin kinderen alvast op kunnen starten om te wennen. Het is enorm. Ja. Maar daar hebben jullie een hele mooie indruk van gemaakt, ja. Hè? Ja. Op beeld. En daar gaan wij nu even naar kijken. Dit is de brede zorgschool. Dit is de plek waar kinderen met een beperking zich kunnen ontwikkelen. Met de begeleiding die zij nodig hebben, in een tempo dat bij hen past. Binnen schooltijd, in hun vrije tijd of in de weekenden en vakanties. De Cambier is een school voor speciaal onderwijs. Alle leerlingen hebben een verstandelijke beperking en een IQ lager dan 80. Sommigen hebben ook een lichamelijke beperking. Bij ieder kind opnieuw gaan we op zoek naar diens ontwikkelingsniveau. Daar proberen we zo goed mogelijk op aan te sluiten. En van daaruit stimuleren we zijn of haar ontwikkeling weer wat verder. Waar heeft het kind plezier in? Hoe reageert het op nieuwe lesstof? Bij de een lukt dat door nieuwe dingen in hele kleine stukjes aan te bieden. Bij de ander door erbij te bewegen bijvoorbeeld. Zo vinden we bij ieder kind wel een aanknopingspunt. Om op het juiste moment het juiste aanknopingspunt te vinden, dat is een aardige puzzel voor de leerkrachten. Het is dan fijn en vooral heel nuttig dat ze dan gemakkelijk even met hun zorgcollega's kunnen overleggen. Op deze school schenken we naast vakken als rekenen en taal ook aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele, communicatieve, lichamelijke of zintuiglijke vaardigheden. Dus tussen de lessen door gaat een kind naar bijvoorbeeld logopedie of krijgt het speltherapie. En als de lessituatie even wat te veel vraagt, maken we even een wandelingetje op de gang of de leerling gaat even snoezelen. Soms is dat wat nodig is om de ontwikkeling te stimuleren. De school is een beschermde omgeving en iedereen is hier gelijkwaardig. Er is ruimte voor eigenheid, aanleg en eigen keuzes. Nou, dat is inderdaad indrukwekkend wat hier allemaal gebeurt. Jullie zijn nu een jaar bezig. Hoe gaat het? Hoe loopt het allemaal? Nou, je kon al van het begin af aan zien dat de kinderen en het team dat die het geweldig hadden.
Je kan ook zien, de school die straalt een bepaalde rust uit. De architect heeft echt goed nagedacht over kleur, over gebruik van materiaal. Heel simpel, we hebben bijvoorbeeld vloerbedekking in de klassen. Dat is aan de ene kant een luxe. Aan de andere kant, voor de akoestiek is dat ideaal. Kinderen kunnen veel makkelijker gebruik maken van de vloer om daar ook op te kunnen spelen. Zo is er over een heleboel dingen nagedacht van en tevoren. En blijkt ook gewoon goed te zijn geweest. En blijkt te werken, ja. Vooraf hadden we een lijstje gemaakt met onze wensen, onze eisen voor de kinderen. En ik denk dat wij zo'n 90% gehaald hebben met wat wij vooraf graag erin in de school wilden hebben. Ja. Ja, dus een hele tevreden meneer. Een hele tevreden meneer. Ja. En het aardige is dan omdat je het tussen de oren hebt van een brede zorgschool, die samenwerking die moet goed op gang komen. En dat zie je ook. In het onderwijs hebben we het dan over één kind, één plan. Wat inhoudt dat alle disciplines samen moeten werken om het kind goed te kunnen ondersteunen. Dus fysiotherapie, ergotherapie is in school, maar werkt ook samen met Cerenlo. We hebben praktijkvakken waar kinderen van ons gebruik van maken. De keuken, techniek. En de kinderen die koken hier ook voor ons. Maar de kinderen die boven in begeleid wonen zitten, die hebben dat ook in de gaten gekregen. Dus die zorgen ervoor, dus bijvoorbeeld 's maandags, dat ze ook 's avonds hun eten op kunnen warmen, wat hier eerder gekookt is. Kinderen van ons doen bijvoorbeeld de was of strijken van het logeren bij Cerenlo. En zo zoeken we elkaar steeds meer op. Als je het hebt over werken, ja, ik kan zo wel doorgaan. Als je het hebt over werken, samen met Cerenlo en de Betouw en het dierenpark, zijn we op zoek naar wat wilden kinderen na deze school, wat voor werk zouden ze willen hebben. Doen wij ook weer in samenwerking met elkaar. Dus een mooi plan. Ja, een prachtig plan. En alles wat eraan vooraf is gegaan, want dit is volledig eigenlijk. Ja, komt het bij jou vandaan? Nou goed, het idee. Ja, we hebben natuurlijk. Je hebt er een groot aandeel in, maar het kan alleen maar als je vertrouwen hebt in elkaar en als je een goede samenwerking hebt. En af en toe een keertje spannend maakt door eens elkaar goed aan te kijken van, ja, wat willen we nu precies? Maar het mooie is dat het een soort van groeimodel is. Vandaag is er was een stagiaire die komt van de verpleging. En ik heb begrepen dat mijn teamleider en iemand van Cerenlo met haar gesproken hebben. Ze willen hier stage lopen. En die gaat ons helpen met kinderen die een zondevoeding hebben bijvoorbeeld. Of die epilepsie hebben. We worden dus ondersteund door, nu een stagiaire. Misschien dat wij straks wel een verpleegkundige in dienst nemen, omdat het goed is voor de ondersteuning weer voor onze kinderen. En zo blijft het groeien. Ja. Ja. Een andere kant is dat de gemeente heeft combinatiefunctionarissen voor sport en voor cultuur. En ook daar maken wij weer gebruik van, samen met de naschoolse opvang, om kinderen te begeleiden van school naar sport, naar sportverenigingen. Dus dat, omdat onze kinderen toch wat moeilijker begrijpen hoe spelregels in elkaar zitten, oefenen ze dus hier. Is er iemand van Sportfriends, in dienst van gemeente, die begeleidt de kinderen naar de verenigingen. Verenigingen hebben al aangegeven van, god, daar willen wij aan meewerken. Nou, dat doen we ook op het gebied van cultuur. En misschien dat straks dat we 24 uur zorg, ontspanning, school hebben voor de kinderen. Ja, nou, het is inderdaad brede zorgschool. Echt breed in de breedste zin van het woord. Ja, ja, geweldig. Okay. Hartstikke goed. Ja, ja. Tevreden. Ja. Gelukkig. En nog helemaal met vertrouwen naar de toekomst toe. Want klopt. Alles kan nog mooier. Ja. Ja, ik vind het geweldig. Dank je wel. Bij mij aan tafel zijn aangeschoven Peter Guijkers en Paula van As van het koor Incanto. Welkom. Goedenavond. Ja. Welkom. Peter, fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn heel druk met voorbereidingen bezig van kerstconcerten met jullie koor. Ja, klopt. En dat is in volle gang. Volop, mag je wel zeggen, ja. Wat gaat er gebeuren?
Nou, er staan 4 concerten in de planning voor december. Dus we hebben een hele drukke decembermaand voor de boeg. Daar zal Paula straks allemaal wat meer over vertellen. Maar goed, we hebben natuurlijk ook weer een goed concert achter de rug in september. In de Cecilia-kapel gehad. Dus ja, dat was ook de moeite waard om te beluisteren. Dus we timmeren echt aan de weg. We zijn goed bezig. Ja, jullie waren al heel goed bezig. En om de mensen thuis even een kleine indruk te geven, gaan we even kijken naar een concert een repetitie was dat. Ja. Van vorig jaar juni. En dan gaan we nu eventjes een indruk krijgen van Incanto. Nou, Paula, dat is indrukwekkend wat jullie daar laten zien. Dankjewel. Wat is er gebeurd sinds juni vorig jaar? Nou, je gaat toch wel merken dat we naamsbekendheid krijgen. En bij de dames, de alten en de sopranen, zit het eigenlijk helemaal vol. Daar hebben we ook geen nieuwe koorleden meer voor nodig. Alleen we kunnen nog bassen en tenoren gebruiken. Om nog meer geluid te geven. Dat moet echt aangevuld worden. Ja, zoals bij veel koren hoor. Ja, mannen blijven altijd een beetje achter. Dus die mannen zijn welkom? De mannen zijn welkom, ja. Absoluut. En wat hebben jullie gedaan sinds die periode? We hebben toch wel aan onze naamsbekendheid gewerkt. We hebben veel concerten gedaan. Peter noemde al het najaarsconcert. We hebben vorig jaar natuurlijk een aantal kerstconcerten gedaan. Dus ja, het groeit. En nu staan er dus weer nieuwe kerstconcerten ja, op stapel? Er zijn 2 besloten concerten. 1 in het Vrijthof en in Tiel. En 1 in Maurik bij Vrouwen van Nu. Het Vrijthof is op 14 december. En Vrouwen van Nu is op 16 december. En dan zijn we ook voor 2 openbare concerten uitgenodigd. En dat is op 18 december. En dat gaat via de Stichting Oude Gelderse Kerken. En het concert wordt gegeven in de Lambertuskerk in Kerk Avezaat. En dat is de 18e december? Dat is 18 december. Ja. En ja, dat wordt een heel mooi concert. Ja, ja? Met gastsolisten. Janine Waardenburg zal er optreden. En we hebben 2 instrumentalisten uitgenodigd. Dat is Anita Dams, dat is een fluitiste. En Maartje Meijsen weer op de viool. Die hebben we al eerder gehad. En het wordt ook officieel gepresenteerd door Ella Kok. Kijk, ja. dat belooft wat. Kun je iets vertellen over de liederen die jullie gaan zingen, Peter? Er zitten hele traditionele kerstliederen bij. Een aantal Nederlandstaligen, maar ook Engelstaligen. En een paar hele onbekende kerstliederen waar ik ook nog nooit van gehoord had. Die Ineke Gelijns voor ons opgeduikeld heeft. Ineke Gelijns is nog steeds jullie repetitor. Onze repetitor, ja. En pianiste. Waar we heel erg blij mee zijn. Ja. Dat is echt fantastisch. Want volgens mij is er wel een kleine wisseling van de wacht geweest. Hè? Er is wel wat veranderd in we het koor. We hebben een andere dirigent sinds kort. En dat is? Baske Kuilenburg uit Culemborg. Een bariton. Hij zingt net zo mooi als dat hij dirigeert. Dus dat zit helemaal snor. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Ja, hij brengt ook wat. Ja, ja absoluut. Ja, is echt een muziekman. In hart en nieren. Ja, dat moet heerlijk zijn. Ja, is het ook. Ja. En de kleine wijzigingen. Maar goed, je had het ook over onbekende kerstliederen. Ja, we hebben een aantal uit het buitenland. Er zit, help me even, waarvan alles nog wat bij zit. Ja, onder andere een lied zit erbij dat speciaal geschreven is voor Placido Domingo. En dat heeft zijn zoon geschreven. En dat is eigenlijk lichte muziek. Het is een prachtig lied. En dat wordt ook door een van onze solisten gezongen samen met het koor. Oh, dat moet heel mooi zijn. Stel je nou voor dat er mensen zijn die zoiets hebben van, oh, daar wil ik naartoe. Kan dat? Natuurlijk. Ja?
Ja. Graag zelfs. 18 december dan, wat ik al zei. En dat is in de Lambertuskerk in Kerk Avezaath. En dat is om 8:00 s'avonds. En dan was die andere was op 22 december? Dat is op 22 december en dat is in het Stroomhuis in Neerijnen. In Neerijnen. Ja. En wat voor locatie is dat? Het Stroomhuis, dat ligt vlakbij het kasteel in Neerijnen. En dat is, ja, dat is, het naam zegt het al, een oud stroomhuis. En dat is helemaal verbouwd. Jullie gaan nog ontzettend hard repeteren, denk ik, voordat het allemaal zo ver is. Ja, de komende weken vol aan de bak, inderdaad. Ja, goed. Ja. En iedereen is dus welkom op die 18e en 22 december. Ja, zeker wel. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wens jullie heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens die concerten natuurlijk. Dank je. En fijn dat jullie er hebben over willen vertellen. Het is weer tijd voor mijn kritische vrienden Ber van Buren en Adrie Meijer. Maar vandaag met een gast erbij. We hebben Astrid Bello en zij is van comité Wij Zijn Tegen. Astrid en mannen, van harte welkom. Astrid, om bij jou te beginnen. Wij zijn tegen. Waar zijn wij tegen? Nou, wij zijn tegen het feit dat de gemeentes in Nederland door met extra vluchtelingen worden opgezadeld. Die dus geplaatst moeten worden. En ja, dat de gemeentes gewoon geen ruimte hebben. En dat dus de inwoners, zeg maar, langer moeten wachten, bijvoorbeeld op huurwoningen of andere faciliteiten. En dat, ja, daar zijn wij op tegen. Ja, en hoe vliegt jouw comité dat aan? Hoe uitzicht dat? Nou, dat uitzicht door diverse demonstraties, want het heeft nu te maken met de overheid. Het is het beleid van de overheid en de Europese Unie. En zolang die het niet goed georganiseerd hebben, naar de gemeentes toe, blijven wij demonstreren. Maar goed, dat is natuurlijk nu super actueel. Er komen dagelijks duizenden vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Ja. En we hebben als Europese Unie natuurlijk onze verplichtingen. Ja, maar het zijn niet allemaal oorlogsslachtoffers die erbij zitten. Dit ja, is maar ook... mag ik even inbreuk plegen op hetgeen wat er nu al gezegd is? Ja. Kijk, je hebt het net over woningen die dus beschikbaar gesteld moeten worden voor die vluchtelingen. Maar... dat is natuurlijk wel zo, maar dat hoeven geen woningen te zijn. Dat kunnen ook leegstaande kantoorpanden zijn. En wat is daar mis mee? Daar zijn ze nu ook over bezig om inderdaad leegstaande gebouwen te creëren. Maar waarom zeg je dat net dan niet? Daar zijn ze, omdat dat dus niet eerst de bedoeling was. Dat was eerst, het is namelijk zo dat iedere gemeente krijgt een aantal statushouders aangewezen... door de overheid. Ja. Voor de gemeente Tiel was het voor dit jaar 72. Ja, dat weet ik. Daarvan hebben ze de 49 nu geplaatst. Ja. Ze denken het te halen om die 72 dus zeg maar te plaatsen. Ja. Deze mensen zijn in normale sociale huurwoningen geplaatst. Nou. Die zijn dus niet in kantoren of in ruimtes nu geplaatst. Ja, maar wat eigenlijk... Wat is er op tegen op deze mensen dan? Die mensen, ik ben er niet uitgepraat, die mensen die vluchten. Die vluchten voor iets wat, die worden met de dood bedreigd, zeg maar. Dat gebeurt in iedere oorlog zo. Het was de bedoeling dat wij in de Tweede Wereldoorlog de Joden ook zouden moeten helpen. Dat hebben we ook heel slecht gedaan. Dat is het en waarom, ook. Maar waar, het is... Nee, ik ben nog niet uitgepraat. En waarom is er nu wat tegen op mensen die gewoon vluchten om die omstandigheid te kunnen ontlopen? Nee, maar ik denk dat je te maken heeft met het feit dat het niet alleen vluchtelingen zijn. Ja, maar hoe weet je dat dan? Nou, en daar zit het er nou juist in. Er zijn documentaires getoond. Ach. Ook, nee, je ziet enkel maar de zielige beelden die er zeg maar vanuit de media wordt gegeven. Ja. Het is meestal enkel maar zielige beelden, terwijl er dus documentaires hebben aangetoond, Berry, dat er papieren worden weggegooid om zich als Syriërs uit te geven. Ja. En ja, dat moeten we ook serieus nemen. Ik denk dat je een ander verhaal daar gelijk bij in moet betrekken. Ik denk namelijk dat degene die als eerste gevlucht zijn, dat zijn dus de meest intelligente mensen uit die regio, want die hebben die hele buit zien hangen.
dat die statushouder worden, is een vrij normale zaak. Ja. Dat die ook onderdak moeten hebben, is normaal. Is nog veel normaler. Ik ben in Israël geweest, 5 jaar terug, en heb ik beelden van de oorlog gezien van de mensen die uit de vluchtelingenkampen kwamen, nadat de Duitsers verslagen waren. Die zag je net zo door rivieren lopen, over spoorwegen, als de vluchtelingen die momenteel uit Syrië komen. Want laten we eerlijk zijn, de mensen die het konden betalen, waren al lang weg. Die zijn inderdaad, zeg de maar, nu al gevlucht. Ik denk ook dat het merendeel van de echte vluchtelingen, dat er nog een hele hoop in Syrië zit. Waar het om gaat is... Ja, die zitten in Turkije. In Turkije, ja, of in ieder geval... Ja. Maar ze zijn in ieder geval wel 7 veilige landen doorgekomen. Jawel, maar we zijn... Maar we het zijn... gaat erom... Ja. Het gaat, als jij, zeg maar, als gezin vlucht, als gezin... Want als hier iets zal uitbreken, Adrie, ga jij niet alleen op pad om het eerst veilig te maken. Daar weet je niks en van. En dan, zeg maar, je kinderen... Dat weet je niet, want dat hangt van de omstandigheden af. Want die mannen... En die omstandigheden, die weet jij niet. Nou, het is namelijk zo hier, dat... Jij zit hier dingen te vertellen die heel Nederland onderhand roept. En wat een ongelofelijke... Nou, heeft heel Nederland dan daar ongelijk in? Een heleboel mensen wel. Nee, want je moet wel rekening houden dat je eens iets van twee kanten moet bekijken. Nee, je moet kijken naar mensen die in nood zitten. En die moet je helpen. En dan moet je niet met allerlei uitvluchten aankomen... Die geen kant of val raken, die je ook maar uit de media hebt. Nee, het gaat erom. Nee, want dat is niet waar. Je hebt die toestanden zelf nooit meegemaakt. Het gaat erom dat de beelden die getoond zijn. Arno Karsten is meegeweest met een vluchteling. Die heeft een hele documentaire gemaakt. Ja. Die is op de televisie geweest. Daar hoor je verder niets meer van. Nee. Daar is duidelijk aangegeven dat er, zeg maar, papieren worden weggegooid van mensen uit andere landen die zich opgeven als Syriërs. Maar dat zijn natuurlijk maar, dat is natuurlijk maar een enkele vergeleken bij die massa. Maar het is wel, het zijn miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Ja, maar die moeten geholpen worden. Hoe dan als ook. Jij dus inderdaad gezinnen hebt met kinderen. En mensen die dus echt uit Syrië komen en inderdaad hun papieren hebben, die moet je opvangen. Dat zijn wij verplicht. Ja, gaan we even terug naar de gemeente Tiel. Ja? Want ik denk dat jij vooral spreekt voor je eigen woonplaats. Ja. Het gaat toch ook over kleinschalig beleid dat er hier toegepast wordt? Ja, maar het kleinschalige beleid wordt opgevoerd nu door de overheid. Aankomend jaar, dit jaar hadden we zeg maar 72. Het worden er 100. En... Dat kunnen er nog wel meer worden. Dat kunnen wel 300, 400 worden. Ja, misschien wel 1000. Moet dan een gemeente niet zelf de mogelijkheden gaan bekijken? Want dat vind ik kwalijk bij de gemeente Tiel. Dat ze dus eerst afwachten wat er gaat gebeuren en dan pas maatregelen nemen. Ja, maar je kunt pas anticiperen als je toch feiten hebt? Ja, maar je hebt toch al feiten? Als je de 72 hebben en er zijn er 35 geplaatst of 40, dan lopen er nog 32... een woning te zoeken of een verblijf te zoeken. Ja. Dan ga je niet een gerechtsgebouw wat miljoenen heeft gekost. Nee, daar ben ik helemaal niet eens. Laten vernietigen. Dan moeten ze afblijven. Want daar komt het op neer. Nee, volgens mij gaat dat ook niet gebeuren. Dan moeten ze afblijven. Het gerechtsgebouw, het was... Is wel de bedoeling geweest. Ja, maar... En dan denk ik van, er zijn andere mogelijkheden. Maar dat kwam vanuit het ministerie. Ja, maar die heb ik net genoemd, Adrie. Je hebt hier een hele glasfabriek. Leegstaande kantoorpanden. Je hebt hier een hele glasfabriek die leeg staat. Ja, maar het gaat ook om het feit. Op gang gekomen. Ja. Maar het gaat om het feit ook dan. Dat is het niet alleen. Het is niet alleen de huisvestiging die dan zeg maar ook gecreëerd moet worden. Maar de gemeente krijgt maar een half jaar van de overheid per vluchteling zeg maar 1000 euro. Je moet ook kijken wat het de gemeente gaat kosten. Aan sociale. Ja, de gemeente. Maar we hebben het over de gemeente Tiel. Globaal natuurlijk, wat zoiets gaat kosten aan extra kosten van uitkeringen qua werk. Ja, maar... Tiel heeft een heel hoog percentage werkloosheid.
Ja. Dus, zul je andere manieren... Ja, maar daar is Tiel natuurlijk sowieso niet uniek in. Dus nee. Ik denk dat iedere gemeente hiermee kant, hè? Maar je zult die mensen toch moeten helpen. Ja, nou, is het niet gewoon dat zo dat nou we waar. In humaan opzicht het verplicht zijn? Ja, maar dan moet het vanuit de overheid goed geregeld zijn. De overheid en de EU is dat gewoon verplicht naar de gemeentes toe, naar de provincies. Die zijn natuurlijk gewoon overvallen door de enorme hoeveelheid mensen. Ja, oké. Okay. Daar kun je dus niks aan veranderen. Dit is een hele lastige kwestie. Jij dan? Wat zou dan de oplossing zijn, Astrid? Nou, de beste oplossing is inderdaad in de regio, zeg maar, opvangen. Wat nu gebeurt, zeg maar, in Turkije. Daar zijn ze dus nu al vanuit de Europese Unie aan het onderhandelen. En dat kost jou en mij ook geld. Ja, dat weet ik, Adrie, maar alles kost natuurlijk geld. En deze mensen blijven dan wel in hun eigen regio. Ja, maar dat is gods onmogelijk. Dat kan nooit van zijn leven gerealiseerd worden. Je kunt in een land als Turkije nooit 10 miljoen mensen opvangen. Dat kan toch maar er zijn meerdere landen. Laten we even wel weten. Ja, maar het enigste land de Verenigde Emiraten. Ja, maar kijk, zo'n rijk land, Saudi-Arabië. Ja, oké, dat weet ik allemaal wel. Daar ben ik het mee eens, trouwens. Die kunnen dat ook wel gaan doen. Maar die doen het niet. Nee. En dan moeten wij het doen. Ja. En daar gaat het over. En er is geen enkele discussie mogelijk, wat mij betreft. Hoe jij erover denkt, dat moet je zelf weten. Dat mag ook. Ja. Maar ik zeg dat mensen die in nood zitten, die moeten geholpen worden. Hoe dan ook. Goed. Ber, Adrie, Astrid, fijn dat jullie hier hebben over willen praten. Ik sluit hierbij Tiel aan tafel af en ik zie u heel graag volgende week weer.